Landgenoten, broeders en zusters, maar in het bijzonder onze Hindoe broeders en zusters. Vandaag vieren we allemaal het Holy Feast, een nationale feestdag in Suriname. En het Holy Feast is voor velen een lentefeest, een overwinningsfeest met een universeel en democratisch karakter dat wereldwijd wordt gevierd. Holi wordt ook wel als een eenheidsfeest gezien, een feest van verbroedering. Het Holifeest brengt de kleuren van het leven en de kleuren van liefde met zich mee. Waar we kleuren zien, zien we het leven. En omdat elke kleur een kracht in het leven symboliseert, zijn kleur en leven onafscheidelijk en spelen ze een belangrijke rol in ons leven. Holi wordt in Suriname gevierd als een nationale feestdag. En het wordt gevierd door alle bevolkingsgroepen. Het kleurenfestival van Holi is een weerspiegeling van onze heterogene Surinaamse samenleving, onze mooie Burumtjidjari. Het Holifeest spreekt de taal van de Surinaamse diversiteit, omdat het onze multiculturele en multiethnische, maar ook multilinguistische Surinaamse samenleving verenigt in de geest van dit kleurenfestival. Holi helpt de samenleving bij elkaar te brengen en het seculiere weefsel van ons land te versterken. Want het festival wordt ook door niet-Hindoes gevierd, door alle Surinamers, door ieder die graag deel uitmaakt van zo'n kleurrijk en vreugdevol festival. Bovendien maken mensen op deze dag geen onderscheid tussen rijk en arm en viert iedereen het festival samen in een geest van goedhartigheid en broederschap met veel liefde. 'S Avonds bezoeken mensen vrienden en familie en wisselen geschenken, zoetigheden en groeten uit. Dit helpt bij het revitaliseren van de relaties en het versterken van emotionele banden tussen mensen. Holi is een feestelijke dag om een eind te maken aan fouten uit het verleden, om conflicten te beëindigen, door anderen te ontmoeten, een dag om te vergeten en ook een dag om te vergeven. Ook een feest van de overwinning van het goede op het kwade. Het Holi Festival valt samen met de volle maan of Purnima op de avond van de Hindoe maand Phalgun. Het is een tijd voor mensen om samen te komen, hun meningsverschillen opzij te zetten en de mooiere momenten in het leven te vieren. Lieve broeders en zusters, wat betekent Holi in deze tijd van ons beleid? Holi in deze tijd betekent dat we alle barrières moeten doorbreken die mensen verdelen, die mensen uit elkaar houden. En wij als regering doen er alles aan om die economische achteruitgang te remmen en het leefklimaat voor alle Surinamers te verbeteren. Laten we ons daarom niet laten verdelen en het kwade verbranden en uitbannen op deze dag van het Holifeest. Er is weer hoop, lieve broeders en zusters, voor een ieder. En dat deze festiviteit van vreugde, geluk
gelach en vrolijkheid, nieuwe kracht en nieuwe energie in een ieders leven mag brengen. Ik wens jullie allemaal een shub holi toe. Namaste.